Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marlies Verhelst, kinderboekenauteur. En ik ben vandaag bij Anita van Breukelen, vriendin van mij. Ze woont in Amsterdam. En zij is ook schrijfster. Ja, van liefdesromans en columns en ja, van alles en nog wat. Dat is het. Ja. Ja, en het grappige is, wij kennen elkaar eigenlijk door het schrijven. Jaren geleden, toen zaten wij allebei op een schrijversforum van Schrijven Online. En toen deden we super ons best om een lezerscolumn in het dagblad De Pers te krijgen. Dat was toen een soort krant, net zoiets als de Metro nu. Die kon je dan gratis bij stations ophalen. En dan stuurden we elke keer een column in. En je kreeg nooit te horen wanneer die geplaatst werd, hè? Oh ja, dat was de vraag. Kregen we daar iets voor? Of was het nee, eer? Het was echt de eer. We begonnen toen. Het was zo in 2007. En ik had toen een keer zo'n krant gemist. En ik denk, ja, ik heb hem wel ingestuurd. Sta ik erin? En toen had ik Anita gevraagd. Ja, via dat forum van ja, Schrijven Online. Klopt, ja. En ik heb thuis nog opgezocht. Jij had toen die column naar me opgestuurd met een briefje erbij. En wat bleek, wij hadden allebei ook al eens een verhaal in de Libelle gepubliceerd. Hoe heette jouw verhaal? Mijn verhaal heet Blikvanger. Die is verschenen in 2002, augustus. En ik had toen net een cursus afgerond. Spannende verhalen en romans schrijven. En ik won gelijk, dus ik was helemaal flabbergasted. Ja, het was ook een schrijfwedstrijd. Ja, ja, ik kreeg iets van 1000, ik denk, gulden die tijd. Nee, 2002 was al euro. Ja, 1000 euro vakantiecheck. Oh. Dus ja, ik was super trots en eigenlijk nog steeds hoor. Want dat was een spannende verhaal. Ja, spannend verhaal, ja. En ik heb mijn eerste verhaal gepubliceerd in de Libelle van, even kijken, 24 juli 2006 was ook een schrijfwedstrijd. Daar kon je geen geld mee verdienen, maar wel een publicatie van het verhaal. En ik won toen ook nog een weekend weg naar Nijmegen, naar zo'n wellnesscentrum. Overnachting erbij. En maar dat was toch een erotisch verhaal? Ja, dat was een erotische zomerverhalenwedstrijd. Ah. En wel grappig, want ik heb het verhaal er ook nog eventjes bij gepakt. Helene van Rooyen en Tieneke Bijshuizen, die zaten in de jury. En ik moest zo lachen toen ik net het nog even doorblader, want dan staat er over de schrijfster Marlies Verhelst. Marlies, in het dagelijks leven ben ik docent in Nederlands op een middelbare school in Spijkenisse. Nou, dat ben ik nu niet meer. Ik heb altijd al graag willen schrijven, maar miste de rust om dit daadwerkelijk te doen. Sinds ik helemaal gesetteld ben met een man, een huis en een baan en ik een laptop heb, schrijf ik bijna dagelijks. Ik werk nu aan een licht erotische literaire thriller. Nou, die is er nooit gekomen. Nee, want ik ben echt de kant van de kinderboeken opgegaan. En daar blijf ik ook. En staat er bij jou ook zo'n leuk stukje bij? Ja, dan moet ik eens even kijken. Oh, hier staat hij. Bladzijde. Oh nee, wacht even. Blikvanger. Oh, dat is een andere blikvanger. Een tosti-ijzer. Een blikvanger in je keuken. Wat heb ik eigenlijk? Wat staat er bij jou bij? Even kijken hoor. Anita is getrouwd. Oh ja, toen ik de uitslag kreeg, dat ik enigszins beduuster reageerde. Ja, joh, jee, dat had ik nooit verwacht. Wat fijn. Vorig jaar wilde ik eigenlijk een cursus Spaans doen. Toen mijn oog viel op het pakket korte verhalen schrijven. Dat leek me zo leuk, dus mijn Spaans is nog niet veel vloeiender. Nou, ik moet zeggen, ja? Dat mijn Spaans inmiddels nog niet veel vloeiender is geworden. En ben je nog wel van plan om een keer zo'n cursus Spaans te gaan volgen? Ja, eigenlijk wel. Het zit wel nog steeds in het vat. Ja. Maar uiteindelijk ben ik ook niet doorgebroken. Nee, maar met spannende verhalen. Maar ik heb wel 3 liefdesromans gepubliceerd. Kiezen of delen, waar eigenlijk ook wel een spannend element ja, in zit. Ja, dat is echt een hele spannende. Dat is een hele spannende. Ja. En dan Liefste uit Luxor. Oh ja, die vond ik ook leuk. Ja, een leuk verhaal. Toen wilde ik ook gelijk eigenlijk zo'n Egypte, zo'n Nijlkroes. Ja, is er ook nog niet van gekomen. Is er ook niet van gekomen.
En het laatste boek, Steenrijk, ja, dat is eigenlijk meer een kantoorroman. Ja. Maar ja, ik zou zeggen, lees ze eens. Ja, tuurlijk. Lees ze in de bibliotheek. En ze zijn ook in groot letter. Ja, ze zijn er ook in groot letter. Oké. Ja, groot. Maar zo zie je, wij hebben allebei met een verhalenwedstrijd van de Libellen meegedaan. Ja, hou hem ook even op. Ja, daar zijn wij begonnen. Ja. En we hebben toen ook heel veel columns geschreven voor Dagblad de Pers. Gewoon lekker om een beetje te oefenen. Ik heb ook nog een columnwedstrijd gewonnen. Zo'n vaderdagcolumn bij de Libellen. Ja. Dus dat is wel een manier om zeg maar je schrijverscarrière te beginnen. Ja. Ja, we hebben nu allebei boeken. We zijn gepubliceerd auteurs. Ja. En je wordt beoordeeld door een professionele jury. Ik werd beoordeeld door Elizabeth George. Echt een bestseller auteur in Amerika. Mijn verhaal was ook in het Engels vertaald. Nou ja, jouw verhaal is gelezen door Helene van Rooij. Ja. Het zijn niet de minste. Nee. Dus ja, met zo'n juryrapport alleen mag je al heel blij zijn. En publicatie is natuurlijk geweldig. Ja, dat vond ik eigenlijk, dat weekendje weg, dat vond ik natuurlijk ook onwijs leuk. Maar het leukste vond ik toen eigenlijk dat verhaal in dat blad stond. Nou ja, dat is een grote eer. Want later kwam ik wel eens mensen tegen. En dan raak je in gesprek. En toen zeiden ze van... maar dat verhaal heb ik wel een keer gelezen. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. En bijvoorbeeld mijn moeder, die ging dat verhaal toen allemaal kopiëren. En dan al haar vriendinnen geven. Ja. Soms hoorde je nog wel eens iemand... Die krijgt dan dat blad via de buurvrouw van de zus van de tante. Ja. En dan komt het maanden later bij iemand anders. En dan lezen ze van, dat is een verhaal van jou. Dat had ik ook een keer komen bij de huisarts. Oh, de beroemde schrijfster. Ja, dus dat is eigenlijk wel onze tip van ons aan jou. Als je schrijfambities hebt, doe mee met verhalenwedstrijden. Ja, je wordt er alleen maar beter van. Oké. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om eventjes Anita en mij te horen praten. En ben jij ook iemand die schrijfaspiraties heeft? Doe met die wedstrijden mee. Uiteraard geef je natuurlijk ook eventjes een likeje aan deze video. En tuurlijk. Je kunt je hier abonneren. Aan de zijkant zie je ook nog twee video's die je misschien ook leuk vindt. En heb je die ambitie... Begin vandaag. Doeg! Doei!